He came from Belgium, and he is going to Malawi to a rescue center that we support there. He's 9 years old, and he was born in captivity. Het is in die zin ook bijzonder dat daar is een leeuwin in Afrika die ook eigenlijk niet meer in het wild kan leven. Want deze leeuw gaat wel naar het wild toe, maar niet, het is toch nog altijd in een park dat hij gaat zitten. Want die heeft nooit leren vechten met andere leeuwen. Die zou dadelijk het onderspit delven in het echte wilde Afrika. Ik doe dat zeker niet alle dagen. Het is de tweede keer dat ik het moet doen. Dus we hebben de kans om af en toe eens een leeuw terug te krijgen naar Afrika. En daar zijn we heel blij om natuurlijk, want ja, die dieren horen daar, die horen niet hier. Ja, ik heb juist even een check-up gedaan en hij ligt heel kalm in zijn kooi te slapen gewoon. Dus dat gaat heel goed. We zijn heel tevreden op deze moment.